Meneer Bezuijen, we staan hier aan de Rokkeveenseweg in Zoetermeer. Kunt u vertellen wat hier gebeurd is? Ja, er is hier een hele zeer grote brand geweest vannacht in een boerderij hier achter mij. Met enorm veel schade ook inmiddels. Ik ben zelf gebeld vannacht dat alle hulpdiensten hierheen waren gekomen. Ja, je kunt zien ook dat de schade enorm is en dat er heel veel gebeurd is. Zover nu bekend zijn er geen slachtoffers. Wat ik zeg, wel heel veel materiële schade, maar er zijn geen slachtoffers gelukkig op dit moment. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Had dat nog gevolgen voor de omgeving? Nou, nee, op dit moment niet. We hebben het natuurlijk wel in de gaten gehouden, want de boerderij staat vlak bij de PI ook, hè, waar een opvang op dit moment is. Dat heeft gelukkig geen gevolgen gehad. Dat hebben we wel in de gaten gehouden. Maar de rook ging ook richting de A12, richting het industrieterrein. Dus het heeft geen directe gevolgen voor de omgeving gehad. Gaat er vanuit de gemeente nog iets gebeuren voor de omgeving of de slachtoffers van de brand? Nou, op dit moment moeten we dat nog bezien. We gaan natuurlijk vooral eerst kijken van hoe de situatie is. Of alles weer normaal gaat, zodat morgen hier alles weer verder kan. En dan moeten we verder gaan kijken wat er gaat gebeuren, ook met het pand natuurlijk en met de eigenaren. Want wat ik zei het al eerder, het is natuurlijk een hele trieste aangelegenheid. En een rieten dak, dat heeft enorm veel brand gehad en veel rookontwikkeling. Maar goed, dat moeten we morgen allemaal bekijken, dat is nu nog te vroeg.